ik ben het er gewoon echt niet mee eens. Ik vind dat er in de Tweede Kamer ten ene male mist omdat er op hoofdlijnen over dingen wordt gesproken. U heeft het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We bespreken vandaag de initiatiefwet van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, de Harenherstelwet. Wat volgens deze wet moet worden hersteld, is de zelfstandigheid van de gemeente Haren. Nu deze gemeente als gevolg van een herindeling, zoals dat eufemistisch wordt genoemd, is ingelijfd in de gemeente Groningen. In zekere zin bevat deze initiatiefwet dus ook een voorstel tot herindeling. Inderdaad, het originele en verfrissende aan dit nu voorliggende wetsvoorstel is dat het, voor zover ik weet, het voor het eerst is dat een herindeling de andere kant op wordt bedacht. En dat noopt tot reflectie. We kunnen ingaan op de specifieke omstandigheden van de gemeente Haren, dat zal ik ook doen. Maar ik wil eerst een aantal algemene dingen zeggen over de context waarin wij dit initiatiefwetsvoorstel begrijpen en lezen. Want het is inderdaad heel opmerkelijk dat een herindeling, wat in principe een neutrale term is voor het opnieuw indelen van bepaalde bestuurlijke gremia, eigenlijk altijd wordt ingezet om schaalvergroting tot stand te brengen. En ik heb al een aantal keren op deze plek de laatste tijd gezegd dat ik vind dat we zo vaak de kans laten liggen hier in dit huis om over de grote lijn te spreken en het vaak helemaal blind staren op een specifieke omstandigheid van een geval. En dat we, in die val wil ik zelf niet trappen nu, maar ik zie het wel bij de alle vorige sprekers terug dat het heel specifiek gaat over Haren. En natuurlijk, het gaat over Haren en daar gaan we het ook zeker over hebben. Daar heb ik ook een aantal belangrijke punten over te maken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook uitzoomen en ons de fundamentele vraag stellen, is groter nou eigenlijk ook beter? Dat is namelijk de niet te stuiten trend van de ontwikkelingen in de politiek sinds al zeker enkele decennia. En dat is ook het thema van het boek dat de indiener van dit wetsvoorstel heeft geschreven, Microfobie. Een angst voor het kleine dus, met andere woorden, oftewel een liefde voor het grote, een cult van het kolossale, zoals hij het noemt. En dat zien we over de hele linie terug. We zien het natuurlijk op het niveau van landen, waar je een soort schaalvergroting krijgt richting Europese eenmaking, richting supranationale regelgeving die boven landen uittorent. We zien het binnen landen, waar je dus al die fusies ziet van gemeenten. Maar je ziet het ook op het gebied van scholen. De indiener van het wetsvoorstel heeft, en daar heb ik ook allerlei vragen over, of hij het ook in de context ziet van deze bredere ontwikkelingen. Maar ik denk het haast wel. Dus het aantal scholen was in 1990 nog basisscholen 8500. En dat is nu nog 6000. Het aantal middelbare scholen was in 1990 nog ruim 1700. En dat is nu nog maar 600. Het aantal mbo's was 325. Dat is nu nog 60. Het aantal woningcorporaties neemt af. Het aantal ziekenhuizen neemt af. Dat waren er in 1985 nog 159 in Nederland. En dat zijn er nu nog maar ruim 70. Dus dan zie je dat ook daar enorme schaalvergroting. Politie, allemaal samengevoegd. Er zijn minder rechtbanken, maar die zijn wel groter. We zien het op maatschappelijk niveau dat er enorm wordt aangestuurd op fusies, op steeds maar grotere bedrijven die een veel groter deel van de markt overnemen, terwijl MKB-bedrijven het zwaar hebben, winkeliers, middenkleinbedrijven. Eigenlijk over de hele linie zie je een algemene trend tot schaalvergroting. En wat zou het goed zijn als in de context van dit wetsvoorstel ook daar eens op wordt gereflecteerd. Zijn wij nou in meerderheid hier in de Tweede Kamer in algemene zin van mening dat schaalvergroting goed is voor een samenleving? Is het zo dat grotere ziekenhuizen, grotere gemeenten, grotere scholen, grotere conglomeraten van landen die wetgeving maken, dat leidt tot een leefbaardere samenleving, meer efficiëntie, tot economisch nut enzovoort? En ik zelf durf de stelling aan dat niet zo is. Dat dit een vorm is van mission creep, zoals dat in de bestuurlijke wereld wel wordt genoemd. Een soort woekerfunctie van
een commissie, een groep managers, een groep bestuurders, dat ze altijd bezig zijn om hun eigen taakgebied uit te breiden, om altijd maar meer onder zich te nemen en te fuseren. En dan kom je ook weer in hogere salarisschalen terecht. En je krijgt een auto met een chauffeur. En als je een beetje geluk hebt, twee van die vlaggetjes daar aan de voorkant bij de motorkap. Dus het is volgens mij een ontwikkeling die voortkomt uit bestuurderslogica, maar die eigenlijk over de hele linie contraproductief werkt, die geen positief effect heeft voor de mensen in de samenleving. Dat is ook wat je heel erg hoort, dat je heel erg terugziet, dat mensen het contact met het bestuur kwijt zijn, dat ze de menselijke maat missen in de samenleving, dat er een enorme bureaucratische pasta over de hele samenleving heen ligt, dat je niemand meer kan aanspreken concreet. En dat maakt het ook weer, dat is de connectie met het grotere ideologische thema van onze partij, dat maakt het ook weer mogelijk voor hele grote corporaties en wereldomspannende politiek leiders om met plannen te komen die over onze hoofden heen denderen en waar wij in de vorm van de corona heel direct mee te maken hadden, waar we nu mee te maken hebben met de oorlog tegen Rusland in Oekraïne, met eigenlijk alle grote thema's die komen ook weer voort uit die fusie van grote bedrijven en een ambitieuze supranationale politiek leiders, die een soort public-private partnership aangaan en die helemaal niet meer verbonden zijn met de realiteit van de mensen op de grond. Dus ik denk dat dit is een gemiste kans. Het is ook weer zo typerend dat die hele zaal leeg is op het moment dat er weer eens een keer iets van fundamenteel belang hier wordt geagendeerd. En als ze iets in de krant hebben, een telegraaf, een voorpagina, hele zaal vol, hè? Dit is belangrijk, gaat helemaal nergens over. Dan nu gaat het echt ergens over, en er zit niemand. Het is typisch voor het niveau waarop hier eigenlijk wordt gewerkt in de Tweede Kamer. Maar ik wil toch dit punt maken. Ik denk dat dit is zo belangrijk. Laten we daar nou toch, de mensen die hier wel zijn, over nadenken. Willen we nou in algemene zin steeds meer schaalvergroting, steeds meer fusies, steeds meer toe naar conglomeraten, naar zaken op mondiale schaal managen, over de hele linie alles centraliseren, of willen we decentraliseren? Nou, dan specifiek over Haren. Haren was een hele leefbare, prettige gemeente. In 2011 en 2012 uitgeroepen tot de meest prettige plek om te wonen. Ik ben er zelf heel vaak geweest, want mijn grootouders woonden daar. Mijn moeder is daar opgegroeid. Ik kan nog heel goed herinneren, en mijn vader trouwens ook, hoe het daar rook. Prachtige, fijne, groene omgeving. En je kon daar heerlijk fietsen en zo. Dat kan vast nog steeds. Maar het had een eigen cultuurtje. Het had een eigen sfeertje. En 75% van de inwoners wilden dat ook gewoon behouden. Alle argumenten die werden aangedragen van waarom dat nodig zou zijn, zou met financiële dingen, bleek allemaal niet te kloppen. Ook een partij die op landelijk niveau sceptisch was, de SP, stemde op provinciaal niveau gewoon voor die samenvoeging. Misschien dat men fout geïnformeerd was. Maar eigenlijk al die detailpunten van beleid, van zijn we goed geïnformeerd, fout geïnformeerd, die doen helemaal niet ter zake als je het fundamentele punt wil maken. Wat voor soort gemeenteindeling willen wij eigenlijk hebben? Waar dient de gemeente eigenlijk voor? Waarom hebben we eigenlijk een gemeente? Er waren ruim 900 gemeentes na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50. En dat zijn er nu nog een handje vol, bij wijze van spreken. Er zijn nog een paar rond over. Als dat zo doorgaat, hebben we over een jaar of 10 nog maar 1 gemeente. Dat is heel efficiënt, hè? Kan je allerlei Excel-sheets op loslaten. Maar er is helemaal geen gedachte over. Er is helemaal geen gedachte over, oké, hoeveel gemeenten willen we hebben? En waarom is er een bepaald optimum? Zou je een bepaalde hoeveelheid mensen willen hebben in 1 gemeente? Nou, al dat soort vragen, al dat soort belangrijke thema's zijn geagendeerd in dit wetsvoorstel, in de begeleidende stukken. En wat ik ontzettend leuk zou vinden om van de initiatiefnemer te horen, dat is dus niet alleen die detailpunten, zeg maar. Dus allemaal eens, heel overtuigend, op allerlei valse grond, bestuurskracht. Het is allemaal onzin en dat er financiële uitdagingen waren. Het blijkt allemaal niet waar te zijn. De bevolking wil het niet. Oké, fijn. Maar
fundamenteel. Wat voor een soort bestuurlijke organisatie zouden wij willen in Nederland? Hoeveel gemeenten willen we? Hoeveel inwoners willen we per bestuurlijke eenheid? Waarom gaat die herindeling altijd één kant op? Is het zo dat hierover wordt nagedacht? Niet alleen bij de initiatiefnemer, maar ook bij de kant van de regering. Wordt daar wel eens over gesproken in de ministerraad? Is dit een gedachte die wel eens opkomt bij de ministers? Van, hé, gaat het maar één kant op? Waarom zou dat eigenlijk zijn? Zou je ook de andere kant op kunnen? Is er een visie op de lange termijn als dit allemaal zo doorgaat? Waar gaan we dan naartoe? Dus ik vind het een zeer charmant voorstel. Ik denk alleen al om het feit dat het een bestuurlijk novum is en er zelden zo'n goede case te maken was voor het terugdraaien van zo'n herindeling, zo'n fusie, zouden we dit allemaal moeten steunen. Laat het maar een keer gebeuren. Probeer het maar een keer. Alleen al om die reden, fantastisch. Maar wat een kans om nou eens een wat fundamentelere discussie te voeren. En wat zou het mooi zijn als we van de kant van de indiener en van de regering, en misschien in de tweede termijn van de Kamer, daar ook eens wat reflectie op zouden mogen horen. Dank u wel, meneer Bo. U heeft een interruptie van de heer Bosma, PVV. De heer Bosma. Daar ook eens wat reflectie op mogen horen. Ik hoorde meneer Baudet zeggen, ja, er wordt nooit gesproken over de grote lijnen hier. Zo. Het gaat alleen maar over microniveau en haren. Ik zou de heer Baudet willen uitnodigen om eens kennis te nemen van de debatten over gemeentelijke herindelingen van de afgelopen 10 jaar. De teksten van de heer Ronald van Raak goed te lezen, mijn teksten goed te lezen. Zoals het argument dat de heer Baudet hier inbrengt. We kunnen net zo goed van heel Nederland één gemeente maken. Dat heb ik al in de richting van meneer Plasterk verkondigd. Dus ja, de heer Baudet staat hier met een R alsof hij zojuist de kwadratuur van de cirkel heeft gevonden. Maar hij staat gewoon de oude teksten van de heer Ronald van Raak en mijzelf te herkauwen. Maar goed, dat is niet mijn vraag. Je hoort heel vaak zeggen, mensen zeggen heel vaak, ja, Forum voor Democratie is controlled opposition. Hè, dat is niet echt. Want als ze serieus zouden zijn over oppositie, dan zouden ze hun plannen wel goed uitwerken. En nou heb ik groot respect voor het prachtige werkstuk van de heer Van Houdingen. Maar hoe die fusie nou moet gaan, dat lezen we niet. Dat is niet uitgewerkt. Dat kan heel veel geld kosten. Miljoenen, tientallen, honderden miljoenen. Als Forum voor Democratie geen controlled opposition is, waarom heeft de fractie het zo slecht uitgewerkt dan? De heer Baudet. Ja, voordat ik weer spreek wat de heer Bosma hier zegt over dingen slecht uitwerken, wil ik toch eerst iets zeggen over dat hij zich aangesproken voelt over mijn opmerking over het niveau. En voor alle duidelijkheid, hij is wat mij betreft een eenzame bloem die hier inderdaad af en toe in staat is om de grote lijnen te zien. Hoewel zijn fractie nog altijd de connectie tussen de globalisten en de gifvaccins niet ziet. En dat vind ik tragisch. Maar dit plan, dit voorstel, zou inderdaad moeten worden opgevolgd. Hè, als we hierover eens zijn van oké, nee, maar dit is op foute gronden gegaan. We moeten terug naar een ontvlechting. Dan zou je natuurlijk een uitwerkingsgesprek krijgen. Maar wat ik juist zo prijzenswaardig vind in dat hele verhaal van controlled opposition, dat vind ik flauwekul. Maar is het niet juist ontzettend goed dat we nou eens in dit voorstel twee dingen splitsen? Namelijk één, de wenselijkheid, en anderzijds de wijze waarop we dat gaan realiseren. Dat is juist wat ik zo vaak mis in dit soort debatten hier. Laten we het eerst nou eens hebben over het principe. Willen we die ontvlechting? Ja, nee. En daarna gaan we allerlei mensen een beetje uitwerken hoe we dat gaan doen. Maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is niet het hoe, de kern van de zaak is het wat. Dank u wel. U heeft een vervolgvraag van de heer Bosma. Ja, maar we worden hier toch niet betaald om luchtballonnetjes de lucht in te sturen. 99 luchtballon. Dit is geen luchtballon. We moeten serieus werk doen. Ik ben in ieder geval blij dat de heer Baudet niet ontkent dat alles wat hij zegt in het verleden al heel veel is gezegd door de heer Van Raak en van mij. Dat het dus helemaal niet nieuw is wat de heer Baudet hier beweert. Dus dat scheelt alweer. Nee, maar kom met een serieus plan, zou ik zeggen. Kom met een serieus plan. Hoe moet dat? Hoeveel vuilniswagens moet de gemeente Groningen inleveren en moeten naar Haren? In Assen-Delft, wat een jaar of 20 geleden ook onafhankelijk wilde worden van Zaanstad, was dat helemaal uitgewerkt. Die hadden gewoon gezegd, Zaanstad heeft 6 vuilniswagens en daar willen wij er één van hebben. Gerolf Annemans van Vlaams Belang heeft een heel mooi boek geschreven, De ordentelijke opdeling van Vlaanderen. Daar is dat gewoon uitgewerkt. Zo van, wij willen zoveel van de staatssteun van België als dat
rare landje België eindelijk eens wordt opgeblazen. Dat was gewoon uitgewerkt. Die mensen die doen gewoon hun huiswerk. Maar waarom doet de fractie van Forum dat niet? De heer Baudet. Ja, ik ben het hier echt niet mee eens. Ik denk dat in de details je enorm kan verliezen. Het gaat hier over het principiële punt. En hoeveel vuilniswagens dan bij die ontvlechting precies naar Groningen moeten en welke in Haren. Ik vind dat van een heel andere orde. En ik geloof ook dat daar komen we wel uit, meneer Bosma. Daar komen we echt wel uit. Het gaat nu eerst om het fundamentele punt. Er is op onheuse gronden een annexatie geweest. De bevolking wilde het niet. Er zijn hele goede redenen, allemaal genoemd hier in het wetsvoorstel, om een ontvlechting te realiseren. Daar moet nu eerst een besluit over worden genomen. Als dat besluit wordt aangenomen, dan gaan we met elkaar om tafel. Dan gaan we kijken hoe gaan we dat precies regelen. Dit, dat, zus, zo. Maar je moet niet het paard achter de wagen spannen. Je moet niet eerst al die details gaan uitregelen en wegen. En daarna pas de vraag stellen, wat willen we eigenlijk? Je gaat ook niet zeggen, ik ga mijn koffer pakken en daarna ga ik beslissen of ik naar een warm of naar een koud land op vakantie ga. Nee, je gaat eerst beslissen waar je naartoe op vakantie gaat. De grote lijn. En daarna ga je de details uitzoeken. Maar ja, misschien moet ik daar toch... Dank u wel. Volgens mij... Een typerend misverstand misschien voor hier in de Kamer. U heeft een interruptie van mevrouw Leijten, SP. Ja, voorzitter, wat volgens mij typerend is het gebrek aan de wetenschap van de fractievoorzitter van Forum. Dat wij ook hoofdlijnen debat hebben georganiseerd. Juist over dit soort zaken hebben we het gehad met de minister van Binnenlandse Zaken. Hoe gaat zij nou om na tijden van schaalvergroting? Waar de fractie van de SP altijd op tegen is als het niet de wens van de bevolking is. Hoe gaat zij daar nou mee om? We hadden Plasterken, die wilden een supergemeente, superprovincies. Ollengren had geen visie, maar vond alles prima. Hoe gaat ze hiermee om? Ik heb daar helaas Forum gemist. Of in ieder geval deze hoofdlijn gemist. Als je dan een debat voert over een wetsvoorstel, dan gaat het juist ook over hele concrete zaken. Dus het is helemaal niet gek dat daar over de concrete uitvoering vragen worden gesteld. Ik vind het te prijzen en daarom doen wij ook mee aan dit wetsvoorstel en deze behandeling, dat er een initiatief toe is genomen. Maar het is niet gek dat daar vragen op worden gesteld. Dus ik hoop dat de heer Baudet dat ook wel ziet. En niet zegt, nou, er zijn heel veel partijen niet. Daar vind ik ook wat van, voorzitter. Dat is inderdaad opmerkelijk. Maar dan vervolgens ook nog eens de bijdrage van degene die er wel zijn ook nog eens parkeren als dat is geneuzel in de marge. En uw vraag is... Wat er voor ligt is namelijk dat detailniveau, waar de heer Baudet bij begon dat hij dat eigenlijk niet wil, wel het wetsvoorstel om Haren en Groningen te defuseren. Dat is het detail wat nou eenmaal in het wetsvoorstel staat, wat we vandaag behandelen. Dat erkent de heer Baudet toch hopelijk wel? De heer Baudet. Ja, natuurlijk erken ik dat. En ik heb daar ook het een en ander over gezegd. Dus wij zijn voor dit wetsvoorstel en het komt voort uit een analyse enerzijds van wat er mis is gegaan bij de samenvoeging. Goede redenen waarom die samenvoeging in het geval van Haren niet had moeten plaatsvinden. Een voorstel om dat ongedaan te maken, heb ik ook allemaal genoemd. Alleen, dit alles speelt zich natuurlijk wel af in een veel bredere context. Een context waarin over de hele linie continu fusies zijn. Continu gemeenten worden samengevoegd. Politiekantoren worden samengevoegd. Rechtbanken, scholen, ziekenhuizen, bedrijven, landen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook zien. En daar ook in algemene zin een standpunt over innemen. Wij zijn een partij, wij zijn voor kleinschaligheid. Wij zijn volgens mij net de gelegenheid gehad om dat voor de menselijke maat. En ik wil nog wel één ding. Als de SP zo tegen fusies is als bewoners dat niet willen, waarom heeft haar fractie in de Provinciale Staten van Groningen dan voor die samenvoeging gestemd? Toch nog even een tegenvraag. Mevrouw Leijten voor ja, haar voorzitter, interruptie. Wij hebben hier in de Tweede Kamer tegengestemd en wij hebben in de Eerste Kamer ook tegengestemd. En op provinciaal niveau voor? Ja. Maar ik zit niet in die fractie, dus dat kan ik niet verklaren. Ah. Maar wij hebben de wet die het uiteindelijk wel mogelijk maakt. Die wilden we niet. En dat is het standpunt van mijn partij. En er zijn allerlei rapporten geschreven rond de bestuurskracht van Haren. En het kan zijn dat daar een rol heeft meegespeeld. Maar ik zat niet in die fractie, dus dat kan ik niet uitleggen. Nee, waar het mij om gaat, is dat de heer Baudet terecht wijst dat er een groter verband is. En vervolgens zegt iedereen neuzelt hier in de Kamer alleen maar over de details. Maar ja, we gaan in over de details van het wetsvoorstel wat zijn fractie heeft gemaakt. En als het gaat over die grotere lijnen, die behandelen we ook. En dan heb ik op heel veel vlakken ben ik het eens over kleinschaligheid en de menselijke maat.
Maar hier zeggen dat het daar nooit over gaat, terwijl het wetsvoorstel wat voor ligt gewoon dat detail is. Ik vind het overigens niet zo'n klein detail wat het wetsvoorstel is. Maar dat vind ik vind dat de heer Baudet dat netjes zou zijn als hij dat erkent. Dank u wel, heeft u punt gemaakt. Ik kijk nog even naar de heer Baudet. Ja, nee, ik ben het er gewoon echt niet mee eens. Ik vind dat er in de Tweede Kamer ten ene male mist omdat er op hoofdlijnen over dingen wordt gesproken. Dat is mijn observatie. Ik ben nu bijna 6 jaar Tweede Kamerlid. Ik vind dat hier... Het gaat eigenlijk altijd over de waan van de dag, over beleidsdetails. En natuurlijk, ik vind het een belangrijk punt, Haren. Maar het is in de context van die algehele schaalvergroting is het een detail. Het is een onderdeel van een veel grotere trend. En ik vind inderdaad dat een serieus debat over dat soort dingen dat mist. En als er een keer dat komt, dan wordt het gedepolitiseerd. Dat zie je met dat punt over de demografie. Nu eigenlijk, na 50 jaar massa-immigratie, is het hier bij mensen opgekomen om daar eens een keer over te gaan nadenken. En wat doen ze? Ze depolitiseren het met een of andere commissie die moet gaan zeggen wat de demografie moet gaan worden over 30 jaar. In plaats van dat ze daar zelf over praten. Europese Unie, het gaat nooit over, jongens, welke kant gaan we nou uit? En dat vind ik dus ook met die schaalvergroting. Dus misschien dat mevrouw Leijten het grote onderwerpen vindt, omdat het in haar perspectief is dat ook groot. Maar voor ons is het toch nog altijd wat... Dank u. Ik geef mevrouw Leijten tot slot nog het woord, omdat u ook aan haar refereerde. En dan wil ik dit debatje toch afsluiten. Voorzitter, ik vind het echt gênant. We komen hier bij een wetsvoorstel van de fractie van Forum voor Democratie over wat Forum voor Democratie zelf wegzet als een detail. Nee. Dan gaan we serieus in op dat wetsvoorstel. En dan wordt ons gezegd dat we alleen maar op details zitten. Organiseren we een hoofdlijnendebat, omdat we zeggen we willen graag over hoofdlijnen praten, dan missen we Forum voor Democratie. Het kan ook nooit goed zijn, zeg ik maar, voorzitter. En de heer Baudet mag weer iets zeggen, maar hij neemt op deze manier eigenlijk het werk van zijn fractiegenoot niet serieus door die behandeling op deze manier. In ieder geval voor de partijen die hier zijn, om het wel serieus te nemen, neemt hij zelf niet serieus. Ja, dank u wel, mevrouw. Ik kan bijna niet voorstellen dat dit serieus wordt bedoeld. Ik heb op geen enkele manier het werk niet serieus. Ik denk dat het een heel belangrijk is. Maar het is dit wetsvoorstel is een voorbeeld van het soort wetsvoorstellen die je veel meer zou kunnen hebben als je een andere hoofdrichting van het beleid zou hebben. En dat doet op geen enkele manier afdruk aan het belang ervan. Maar het is dus wel een onderdeel van iets veel breders. En dat mevrouw Leijten dat niet ziet, en dat is precies quod erat demonstrandum. Dat is precies mijn punt. Voor haar zijn dit soort dingen is het enige wat ze ziet. Ze ziet een boom, ze denkt dat is het bos. Maar ze kan niet uitzoomen. Dat is het probleem van heel veel mensen in de Tweede Kamer. Vind je het leuk wat we doen? Subscribe dan op ons kanaal en mis nooit meer een video van Forum voor Democratie. Ga ook naar fvd.nl en word lid, net als meer dan 60.000 anderen. Alleen samen kunnen we de noodzakelijke verandering realiseren.